Esters en Esterlingskes, schrik je echt allemaal? Voordat we eerst gaan beginnen met de prijzen, ga je nog een beetje spannend, want de uitslag is ook bij onze prins Marcel de Tweede. Dat weet je dadelijk al. Maar we hebben nog even een klein officieel gedeelte. En dat is op onze receptie voor een meisje van de fluit- en trompkorps op het slag. Dat kost helaas niet op de receptie aanwezig zijn. En we hebben gedacht, we willen dat meisje toch even onderscheiden. Met het verenigingspeltje van de IJsselschellen nu. Het is maar even 1 minuutje en dan zijn we klaar. En dan gaan we echt beginnen met de uitreiking van de prijzen van onze Schone Optocht. Maar ik vroeg ook heel even hier naar voren te halen, Lisa van Keken. Lisa, kom even naar voren, meisje. Lisa, kom even naar voren. Nu sta je zo een beetje in de grote picture, want duizenden lui die kijken naar dich. Op ons receptie hoort ze dan niet. En het fluit- en trommelkorps Sint-Antonius van de Slek houdt zich aangedragen om het verenigingspeltje van de IJsselschellen jullie in ontvangst te nemen. En ik denk ook wel dat het de moeite waard wordt. Er was een fluitiste van de Slek een paar jaar bezig en al direct een Limburgse titel halen afgelopen seizoen bij de LBT. En geweldig. En dat vond je weer ook als vastelaarsvereniging de IJsselschellen nu de moeite waard om dicht te onderscheiden met het verenigingspeltje van de IJsselschellen nu. En ik vroeg ook onze prins Marcel dicht te onderscheiden. De Limburgse kampioen, dat moest ze onderscheiden, dat moest ze op een goede manier doen.